ik ben eigenlijk na één keer nu al kapot. Hoe hou je dat in godsnaam 6 keer vol? Trainen en nog eens trainen. En ja, het is niet het volhouden, het is een beetje doseren. Hè. En als je het de eerste keer doet en je hebt het nooit niet gedaan, dan valt het ook wel tegen. Maar dat is hetzelfde als je de echte Alpe d'Huez beklimt, ja, dan valt het zo ontzettend tegen. Dus dat is gewoon een kwestie van trainen. Dus misschien een hele gekke vraag, is het zonder doping ook te doen, 6 keer de Alpe d'Huez beklimmen? Dat is te doen, maar je moet wel heel goed opletten op voeding en op drinken. Je moet heel veel drinken. Elke klim moet je minimaal 2 liter vocht naar binnen halen en zorgen dat je veel koolhydraten naar binnen haalt. En ja, dat is te doen, want er zijn er meer bij die het gedaan hebben. En ja, goed, ik ben nu 62, dus zelfs ik moet het kunnen. Er zijn mensen bij die 60 euro hebben gesponsord, dus zij moeten ook zelf sponsorgeld bij elkaar halen. En dan mogen ze hier 6 uur fietsen, dus elke uur. Fietsen is 10 euro. We hebben, ik denk alles bij elkaar, iets van 150 fietsuren verkocht. Dat is 1500 euro. We hebben nog een loterij die misschien denk 500 euro op gaat leveren. We doen nog wat verkoop van broodjes en zo. Dus alles bij elkaar, ik denk dat wij dadelijk iets van 2500 euro bij elkaar halen. Wij gaan er trots op dat wij vandaag 2047 euro en 90 centen bij elkaar hebben gefietst. Ja, ik ga voor 6 keer. En of dat me dat lukt, dat weet ik niet. Want dat is ook afhankelijk van het weer, dat is afhankelijk van de vorm van de dag, noem maar op. Heb jij ook bekenden in je familie die kanker hebben of hebben gehad, waarom je dit nu doet? Nee, gelukkig niet. Wel een paar, maar dat zijn mensen die dus wat ouder zijn. En ik heb wel zoiets van, ja goed, als je oud bent en je krijgt kanker, ja, mensen gaan toch wel een keertje dood. Maar ik kan dus niet heel goed hebben dat mensen van 24 of van 10 jaar kanker hebben en desnoods het leven laten. Want ja, dat moet gewoon niet kunnen en dat moet gewoon iets aan gedaan worden dat die mensen, ja, sowieso wel geholpen kunnen worden en ook goed verzorgd kunnen worden. Kom, snel! 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 Snel!